BNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons geeft in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut een terugblik over 2018. Zij gaat daarbij in op verworvenheden en vervolgens op de vooruitzichten voor 2019. Kijkt u mee naar het verslag. Er waren, laten we zeggen, zoals in het leven, nou was er voor- en tegenspoed. We hebben een aantal dingen kunnen afronden. Nog niet wat ik had gewild, dus ik bleef aan het eind van het jaar hoogstwaarschijnlijk met nog 2 of 3 wetten. Waarvan ik had gehoopt dat ik ze dit jaar nog zou kunnen afronden, die echter begin volgend jaar zullen moeten worden afgerond. Vanwege verschillende redenen. U weet, een wet wordt door de commissie behandeld, maar we hebben ook de ministers hier nodig om de commissievergaderingen en de openbare commissievergaderingen te houden. Dus het is niet altijd makkelijk geweest, vooral in het laatste kwartaal, om de werkschema's van iedereen zodanig op elkaar af te stemmen dat de wetten konden afkomen. Dus ze zijn wel vrijwel af, dus ik vermoed dat ze in de eerste 2 maanden van volgend jaar af zullen zijn. En dan praat ik over wetten als SNTA, Training Authority. Ik praat over de wet Bescherming Moederschap. Dat zijn wetten, de Comptabiliteitswet. Dat zijn eigenlijk wetten die al klaar zijn van de kant van het parlement. Vrijwel klaar voor de openbare commissie, openbare plenaire. Maar die waarschijnlijk niet afkomen dit jaar omdat we de werkschema's niet zullen kunnen afstemmen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wel andere wetten afgerond. En niet alleen wetten afgerond, we hebben andere activiteiten ondernomen. We hebben op nationaal, zowel internationaal, hebben we activiteiten gehad. Met kinderen, met organisaties. De commissies hebben zich georiënteerd in het veld op verschillende gebieden. Onderwijs, Alcoa. We zijn ook steeds bezig met de commissie Volksgezondheid, met de regering samen te kijken naar structurele aanpassingen en structurele bijstelling van de wijze waarop we omgaan met onze gezondheidszorg in zijn algemeenheid en ook de financiering van de kosten in het bijzonder. Daar is ook tijd in gaan zitten. Dus het parlement heeft op de verschillende gebieden, de werkgebieden, die de grondwet ons voorschrijft. Ten aanzien van het nieuwe jaar, voorzitter, ongetwijfeld is er veel werk nog te doen. Kunt u ons een vooruitblik geven wat wij allemaal mogen verwachten in 2019? Voor het parlement zelf, zei ik al, we hebben onze samenwerking met de UNDP hernieuwd. Ik heb voorgesteld, en dat is ook uitgevoerd, om een nieuwe commissie institutionele versterking in het leven te roepen. Die hebben we nu. En het is deze commissie die dan samen met de UNDP voorbereidt voor het parlement het nieuw project, het nieuw traject voor de verdere institutionele versterking, wat dan goedgekeurd zal worden in het komend jaar door het parlement en ook weer voor 4 jaar gaat lopen. Dat is 1 ding wat het parlementaire werk zelf betreft. Verder werkt dezezelfde commissie eraan om de verzelfstandiging van de Griffie af te ronden. Eigenlijk zijn we al zover, maar dat moet nu bij wet worden vastgesteld, zodat dat goed is georganiseerd. En dat moet ook komend jaar gebeuren. Dat is belangrijk voor het parlement. Dus er zijn een paar dingen die voor het parlement zelf van belang zijn. Aantal wijzigingen in het reglement van orde. Dus nu we genoeg ervaring hebben opgedaan met werkwezen, dan kunnen we via deze commissie die nu is ingesteld ook daar aandacht aan besteden. En hoop ik ook dat dat in 2019 ook af is. Wat betreft de wetten, de nationale wetgeving. Net wat ik zei, we hebben een paar die we nog moeten afmaken. Hopelijk eerste kwartaal, zeg voor april. 1 belangrijke daarvan is de comptabiliteitswet, de nieuwe comptabiliteitswet. Die meer transparantie, een beter begrotingsproces moet garanderen. Een beter monitoring van de uitgaven. Ook deze wet zal voor de bevolking misschien niet zo interessant zijn om ervan te horen, maar is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het publieke leven, dus de overheidsuitgaven en de monitoring daarvan. Dat is een belangrijke wet. We hebben het als initiatief ingediend, samen in overleg met het ministerie van Financiën.
en in overleg met de regering. We hebben alle feedback nu binnen, dus begin volgend jaar moet die afgehandeld worden. De wet bescherming moederschap, hele belangrijke wet, waarin de vrouwen niet alleen voldoende zwangerschapsverlof kregen en verlof na de geboorte van het kind, maar ook de vaders wat verlof kregen rondom de bevalling, rondom de geboorte van een kind. Er wordt daarvoor een fonds in het leven geroepen, zodat we in het fonds storten en vanuit dat fonds de betalingen gebeuren, waardoor de kleine ondernemer niet hoeft te vriezen dat zij zelf voor het zwangerschapsverlof moeten gaan betalen. Dus dat is een andere belangrijke wet. Maar dat is bijvoorbeeld de huurwet hebben we ingediend vorig jaar en de commissie is daarmee bezig. Verder praten we over huisvesting. Dat lijkt niet zoveel met wetten te maken hebben, maar dat heeft het wel mee te maken. Want de regering, de vorige en deze regering, hebben natuurlijk geprobeerd om woningen beschikbaar te maken voor de samenleving. Maar het is natuurlijk bijzonder moeilijk om vanuit de overheid voldoende woningen te krijgen voor die echt duizenden en nog eens duizenden mensen die behoefte hebben aan een woning. Dus wat je dan ziet is dat misschien de meest ernstige gevallen worden geholpen, dat hoop je dan. Maar wat we graag willen is dat er structurele mogelijkheden ontstaan voor Surinamers om zelf hun weg te vinden en te zorgen dat ze hun huis kunnen bouwen. Of als je organisaties hebt die voor de burgers huurkoopwoningen of huurwoningen willen bouwen, dat die ook de mogelijkheid krijgen.